VHP-parlementariër Aziz Gumar Gayadin wil dat de regering de ordening van de goudsector nu echt ter hand neemt. Tijdens een marathonvergadering gisteren in de Nationale Assemblee over de begroting van 2023 stelde Gayadin dat het niet zo kan zijn dat Suriname genoeg natuurlijke hulpbronnen heeft, maar het niet ten gunste van de samenleving komt. Volgens de parlementariër moet er met deze hulpbronnen de verdiencapaciteit van de samenleving juist vergroot worden. De minister gaf van natuurlijke hulpbronnen gaf aan, ja, er is een link tussen de inkomstenzijde, tenminste de concessierechten die verleend worden met belastingdienst. Maar minister, als aan nego om vrij van belasting. Want daar gaat het niet om. Het gaat erom wat zijn de exploitatie, wat wordt uit concessiegebieden eruit gehaald en waar zijn de inkomsten. In dat kader moet ik zeggen dat als we dat niet structureel en goed aanpakken, zoals wij zien in het kader van National Risk Assessment, dat wij bij de evaluatie al problemen hebben gezien en die problemen zullen krijgen. Gayadin benadrukte dat de ordening van de goudsector zal moeten komen. Hiervoor vroeg hij de regering de opgevraagde cijfers en documenten over de goudsector met het parlement te delen. De informatie kan volgens hem niet privé gehouden worden. In Suriname merken we een tendens dat men alles vindt is privé. Informatie prijsgeven op bedrijfsniveau, of je een concessie heeft, dan wordt dat geacht als te zijn privé. Als er exportcijfers gevraagd worden van exporteurs, dan vindt men het is privé. Voorzitter, dat is onkan. Alleen in Suriname merken we dit soort tendensen, waarbij die openheid, die transparantie en het publiceren, het verplicht publiceren van gegevens een probleem vorm. Gayadin drukte de regering op het hart om de nodige overzichten te sturen naar het parlement. Ook de oppositie heeft de regering gevraagd om met concrete informatie te komen op vragen van het parlement. Zowel de coalitie als oppositie is van mening dat ze zonder de nodige documenten geen controle kunnen uitvoeren.